We kunnen wel even geld opmaken. Geld heb ik toch niks meer aan. Ja, ik vind het leuk. Sherry vind ik handig. Zeker, zeker handig. Sniper, die heb ik niet nodig. Eventjes, laten we zeggen. We gaan nog 5 keer in de kist kijken. Of 4 keer. Zodat ik sowieso nog geld over heb om uiteindelijk te pack-a-punchen. Als ik daar ook een goed wapen krijg. Als ik bijvoorbeeld helemaal uiteindelijk nog een wapen krijg. Bij, als ik al mijn geld opmaak. Mijn laatste geld bijvoorbeeld. En ik krijg dan een goed wapen. En dan is hij niet gepack-a-punched. En dan denk ik dat dit ding toch sterker is. Die wel gepack-a-punched is. Met een beetje geluk krijg ik misschien nou wel de allernieuwste wapen die alleen in deze map zit. Dat zou het enige voordeel nog kunnen zijn. Verder rest heb ik wel echt een enorme faal gedaan hier. Een enorme faal gemaakt eigenlijk. Dus, nou, in ieder geval geluk heb ik dit ding niet ingerolen. Dat zou nog veel erg zijn. Thompson. Leuk, maar nee. Dat ga ik niet inruilen. Ik kan eigenlijk niet zeggen dat ik ooit de Scar heb gepack-a-punched, om heel eerlijk te zijn. Constant nog steeds die schaduw, hè. Dat ik denk, nup, ben dood. Net niet. Laatste part, wat kan daar liggen? Is sowieso ook in een van die dingen. Een van die grotten ofzo. Het zijn een soort van grot of tombes ofzo, ik weet ook niet. Dan ga ik sowieso even al die andere tombes na. Voor die andere parts, voor die staffen. En hopelijk, ik hoop echt voor die Maxis drone, want dat wil ik veel liever hebben dan die staffen. Want ik weet mijn god niet wat ik er allemaal mee moet doen. Maar ik weet dat je een of andere portal kan maken, maar volgens mij heb ik er ook allemaal staffen voor nodig. Ik weet niet of dat zomaar kan. En een kap, wie wil een kap? Ik ken. Er moet een manier zijn om mijn wapen terug te krijgen ofzo. Dat zou zo chill zijn, dat ik hem in de kist gewoon gerolen heb ofzo. Als dat is, hè. Als ik daar een comment krijg van iemand die zegt van Dennis, je hebt hem gewoon gerolen. Hij zit er nog in. Dan flip ik hem. Maar laat maar, ik heb al iets. MG08-15. Oké, die gaan we pack-a-punchen. We hebben nog net genoeg geld over. Echt fantastisch. Zij even meekomen. Hallo, komen jullie mee? Goed zo. Oh, die dingen. Ja, dan hebben we tenminste ook iets nieuws. Ook iets leuks. Hier komt die grote robot toch niet, neem ik aan. Als het dan nou ineens wel is, dan ben ik wel fucked. Zo, ik dacht even, is hij kapot omdat hij rood is, maar nee. Tadaa. Nou, oei, daar lag iets. Daar lag een nieuw deur. Hey, dat was van Maxis, een drone. Ja, ja. Dat zag ik. Wacht eventjes. Lopen om. Ze mogen niet te ver weg zijn. Maar loop om. Zodat ik hem snel kan pakken en gelijk uit dat hoekje kan komen. Unsick threat. Ik zie geen robots, dus daar heb ik allemaal geen last van. Wauw, op zich, nou, misschien nog het beste geluk en ongeluk. Nou heb ik dit ding. Dit ding is fucking sick. Ik heb er niet mee gespeeld, terwijl hij zeg maar standaard is. Dus ik pack a punch hem gelijk, dus gelijk maximized. En nou is de vraag, waar kan ik bouwen? Wat is dit nou weer? Wat is hier te zien? What the fuck? Easter egg much? Oké, we gaan naar boven. Oh, hier ligt niks. Jammer. Ik denk het is kapot. Er zal iets liggen. Nou is de vraag, waar kan ik ergens bouwen? Ik heb net de werktafel gezien in een van die dingen in... Wauw. Oh, musical part. Lol. Het is een song. Heb ik net die muziekje aangezet met die stenen? Als dat niet is, dan faal ik wel. Ik dacht zuiver dat muziekje op stond, maar ik hoor dat niet. Dus ik neem aan... Of ja, ik had zoiets van... Ik neem aan van wel. Daar hadden we net ook nog zo'n... Zo'n grot, hè? Ik weet niet of ik er al in geweest was. Was dat niet de eerste waar ik in was geweest? Volgens mij niet. Oh, deze is best groot. Wauw. Waar gaan we heen? Waar komen we uit? Die dingen moeten wel in de buurt blijven. Yep, die zijn in de buurt. Een sick dog fucked. Dit was zeg maar de eerste waar ik in was geweest. Snel terug naar boven. Of niet? Nou, ik weet niet of dat nou iets lag dat ik daar gewoon voorbij gelopen ben. Volgens mij is er één zombie gestorven, maar is hij overnieuw gespawnd? Ik heb niet het idee dat het nieuw wave is, of wel? Toch? Hoop ik. Heb ik, oh, ik heb monkeys. Opletten, die had ik al gezien, maar of dat er nog meer robots zijn dat ik niet op afloop. Oh shit, nou ja, boeien. Dat maakt niet uit. Maar gelukkig nog snel genoeg. Dat zou geniaal zijn als ze me nou nog eruit liepen ook. Eigenlijk niet geniaal, dat zou gewoon kut zijn. Ik ging iets doen, maar ik weet niet meer wat. Dan zal het niet heel belangrijk zijn geweest.
Maar toch even denken. Oh ja, natuurlijk, Max is een drone bouwen. Ik moest een werktafel vinden. Ik weet niet wat hier ergens was. Lo. Hoezo zijn er zo weinig werktafels? In Mob of the Dead waren ze overal. In de eerste ruimte sowieso. Ik weet wel, één werktafel te zitten. Dat was ook net in zo'n grot, maar ik had geen zin om daarheen te lopen. Ik denk, er zullen wel veel meer zijn. Maar dan zit ik dus aan de andere kant van de map en ik heb er nog geen één gevonden. En trouwens, één ding zul je misschien al die tijd over nagedacht hebben. Waarom heb je niet dat? Waarom heb je geen Quick Revive gekocht? En heb ik expres gedaan omdat ik het een beetje easy vind. Ik wil geen Quick Revive hebben. Want als je Quick Revive hebt, dan ben je af en dan, ja. Ik vind toch, als je af bent, dan is het afgelopen. Simpel dat. Heb ik geen onzin meer nodig. Kijk wat erin zit. Ik weet niet wat erin zit. Alsjeblieft geen wapen. Alsjeblieft geen wapen. Misschien een extra perk. Maybe. Heb ik nou 5 perks? Hell yeah! Dat zie ik graag. Dat zie ik heel graag. Nou gaan we nog steeds naar die werktafel. We zijn nog steeds op zoek naar een werktafel. Al een half uur bezig. Een hele serie. Dedicated aan het zoeken naar een werktafel. En ik heb godverdomme 5 perks. Hell yeah! Werktafel. The journey naar een werktafel. Want hier staat de werktafel, dat weet ik. Maar er staat al iets op, dus het heeft geen zin. Is mijn ruis eigenlijk... Ja, hij is maar nog redelijk heel. Ja, hier ligt ook helemaal geen werktafel, toch? Kom mee. Kom mee. Ik zie niks. Oké. Okay. Waar kan die crap liggen? Jongens! Ik ga nou echt rechtstreeks. Ik doe even deze zombies afschudden. Ik wil niet getrapt worden door hun. Even hier zo. Loop ik even mee. Ik ga gewoon naar die ene plek waar ik al gewoon wist dat er eentje was. Ik zet deze hier even neer. Goed zo. Maak dat ding even kapot. Dat zou enorm handig zijn als je dat even wil doen. Goed zo. Pak gelijk een nieuwe. Nou heb ik alleen nog een P. Oh, natuurlijk. Dat wil zeggen dat daar... Oh, dat betekent natuurlijk dat ik daar van die bonus dingen kan krijgen ofzo. Toch? Of toch niet? Ik weet het niet. Ik gok ook maar allemaal dingetjes. Come on. Ik vind dat ik het best ver heb gebracht voor iemand die helemaal niks weet van deze map. En dat bedoel ik niet qua wave, maar dat bedoel ik qua dingen gedaan. Maar ik ga gewoon even naar die werktafel waarvan ik weet dat die er is. Kom je nog? Goed zo. Musical parts. Wat was de andere van die? Oh, dat was okay, zo'n ding. Ik ga ook niet meer graven voor die dingen, maar gewoon bang dat er granaat uitkomen of zo. En dan gaan bijvoorbeeld mijn zombies weer dood en allemaal ellende. Maak de drone! Oh, misschien zijn er maar 2 tafels, omdat er ook maar 2 dingen zijn natuurlijk. Maxus! Ik weet niet, kan ik dat ding gewoon oproepen of zo? Het ziet er ook echt uit als zo'n ding hè, uit Black Ops 2. Zo'n, ja, ook gewoon zo'n drone. Ik weet niet hoe die precies heet. Nou moet ik snel zijn, denk ik. Weet je wat, we schieten jullie af. Misschien nog bij dat ding ook nog. Ga maar snel terugrennen. Ik zie daar die zombie aan. God, ik noem het steeds een zombie. Dit is geen zombie. Een robot aankomen. Dit denk ik dat ik plat niet maar. Dus ik ren gewoon snel naar binnen. Wauw, ik heb het nou best wel nice voor elkaar qua shit. Kom maar, vlieg maar mooi mee. Doe wat je moet doen. Misschien had ik hem nog niet in de lucht moeten doen. Maar aan de andere kant, ja, waarom niet? Ik heb hem toch. Hij zal zo meteen maar kapot gaan, maar ja, fuck dat. Dit is zo cool. Wauw, ik vind het echt vet. Gewoon dit wapen. Ik heb nou gewoon die dingen gebouwd. Waarvan ik helemaal niet eens wist waar al die parts lagen. Ik heb ze gewoon gevonden random. Ik heb dit wapen. Ik heb 5 perks waarvan ik niet wist dat ik dat al kon krijgen. Dus ik vind dit gewoon cool. Dik shit. Ik ben benieuwd of die dikke weer komt. Wow, hoe heb ik die overleefd? Wanneer gaat dat ding kapot, die drone van mij? Daar ben ik benieuwd naar. Dat was niet leuk. Oppassen. Hij schiet alles af. Ik doe helemaal niks. Op zich wel handig, maar aan de andere kant, ik krijg geen punten. Ja, ik heb geen punten nodig eigenlijk. Oeh, ik zat trapped. En dat betekent internet. Jee, ik heb internet. Maar ja, ik hoef nou niet te kijken eigenlijk. Ik heb al die parts gevonden. Alleen niet van die, ja, van die staffen. Ja, helaas. Dat kon nog wel. Ik zet even mijn telefoon op stil. Zo. Anders hoor je daar veel tijd. Dat is wel irritant.
Ik hoor een robotstem. Of niet? Hoor ik nou iets? Ik weet niet. Nou, ik denk als die ene al komt, dat ik dan van eigen merk. Ja, ik hoor de hele tijd een robotstem. Ik zit er ook nou echt aan te denken om daar ook die robot in te gaan, maar... Misschien toch maar niet. No, mijn drone is weg, of niet? No! Mijn grote vriend. Ik had het ding moeten bewaren voor als die tank kwam. Ja, ik noem het nog steeds een tank. Ik vind het gewoon een tank. In ieder geval, als hij komt, dan had hij mooi al die zombies maar af kunnen schieten. Dus dat is wel handig geweest, maar ja. Kijk eens hoe handig dit ding is. Tadaa! Oh, lol, hij was niet echt heel goed. Ja, je schiet er gewoon dwars doorheen. Dat is het idee. En begint iemand te laggen, dat is ook niet gunstig. Dat is het nadeel van PlayStation tegenover Xbox. PlayStation heeft heel veel frame drops bij zombies. Daarom spelen heel veel mensen op Xbox. En ik weet niet of dat gelijk komt dat mensen zeggen altijd PlayStation slechter. Ja, ik weet niet. Ik bedoel, heel veel games worden gemaakt voor de Xbox, omdat het makkelijker is om op de Xbox games te ontwerpen. Dus dat is eigenlijk waarom heel veel games er beter ook uitzien op de Xbox. En dan wil dus niet altijd gelijk zeggen dat de PlayStation wel slechter is. Dus ik weet niet. Misschien is die ook wel iets slechter. Ik wil wel zeggen dat de Xbox sowieso gewonnen heeft. Als je moet kijken tussen Xbox versus PlayStation. Omdat ze het gewoon veel beter hebben gedaan. Maar of dat gelijk een betere console is. Ik ben van mening van niet, want anders had ik ook geen PlayStation gekocht. We can secure our immediate surroundings. Zo, mooi weer allebei de dingen. Confusion. Wat handig. The judgment of our wretched enemy. We gaan op naar wave 20. En dan maakt het eigenlijk niks meer uit wat er gebeurt. Ik heb toch alles hier. Ik kan het zeggen, ze zullen al die dingen kapot maken. Oh, wat erg. Oh. Het enige wat ik wel benieuwd naar was, was wat voor ding ik kon krijgen. Van die PP bij de Juggernaut. Want er staat als eerste, maar ik weet niet waar dat ding precies is. Want dat kan ik eigenlijk weten. Want waar heb ik al die kisten zien staan? Ik weet trouwens niet eens wat ik die kisten heb zien staan. Helaas. Helaas, pindakaas. Ja. En we beginnen weer met rondjes lopen. Oh shit, ik was vergeten dat ik nog een routesuit heb die van de lende uit elkaar valt. Die moet ik straks wel even nu pakken. Daarom heb ik die express hier dichtbij gebouwd. Zodat ik die constant bij kon pakken. Want ja, die drone is leuk en aardig, maar is die nodig? Niet echt. Leuk om te hebben. That's it. Zo. Ik loop constant met dit ding, want zit ik trapped. Met dit ding kan ik mijn eigen beste redden. Dit ding is leuk. Maar ja, het is niet echt een redmiddel. Uiteindelijk wel, want ik zie nou ook de zombies af, maar... You get it. Op naar wave 20. Oh, die electric sherry, die is ook vet. Kun je die volgens mij kun je die hier ook normaal niet krijgen. Ook alleen maar vanwege hoe ik het net heb gedaan. Kijk, of er zombies nog zijn, dan ga ik zo meteen even ruitschild pakken. En dan weet ik vrijwel zeker dat onze grote vriend dadelijk komt. Die tank. Weer de laatste, ik neem aan van wel. We gaan allebei dingen pakken, gewoon wat kan, dat is gewoon vet. Dus dit ding. Oh, already have. Oh, natuurlijk. Hij is nog niet kapot. Moet ik wel gelijk pakken. Dat lukt niet. We gaan rondrennen, want ik weet hoe dat is. Als ik daar blijf staan, dan word ik gewoon getrapped. Dus dat gaan we niet doen. We hebben weer een nieuw shield. Okay, jij loopt mooi hier. We zijn nog steeds niet doodgegaan door die voeten van, of die poten van die robot. Dat scheelt. Dat had ik ook wel eerder verwacht eigenlijk. Voor wave 10 of zo. Hallo, goed zo, jij komt ook. 555 kills, hey, dat doe ik expres, hè. 555. Boeiah! Dat wou ik toen doen bij de Shinonuma Survival. Ik wou eigenlijk tot wave 555 gaan. Maar toen ik voorbij 200 was, dat was eigenlijk mijn doel in eerste instantie, 200. Nee, eerst was mijn doel 115. Toen ik dat had gehaald, toen was mijn doel 200. Toen had ik 200 gehaald, toen ging ik met een vriend op Skype praten. Maar ik zat ondertussen gewoon spelen. Maar niet echt... Ja, opgelet of zo, weet je wel. Gewoon een beetje spelen. Dan moet ik snel zijn. Ik weet niet of hij mij kan killen. Dus ik ga even hier boven staan. Als het goed is, is die boven safe. Dus ik ga even hier staan. Toch? Is die wel safe? Ja. Het is hier safe. Neem ik aan. Ik durf niet te kijken. Hallo! Woe!
Oh, ik wist even serieus niet, is het hier safe of niet? Maar ik ging er maar gewoon staan. Dus ik was enorm blij dat ik het eigenlijk erachter kwam dat het toch echt safe was.